Goedemorgen. Deze borrel kon jaren geleden zomaar eens door André Hazes op de bar gezet worden. Want deze zaak was ooit van de volkszanger. Eind jaren 70 wilde hij de kroeg pachten. Toen heb dat een weekje geduurd en zo, maar ja, in het begin konden we er niet zo eenvoudig uitkomen, want daar waren ze niet. Uiteindelijk werd Hazes dus de kroegbaas van zijn café Het Zwaantje. Het lied Eenzame Kerst was net een hit geworden. En dus was het elke zondag feest in de kroeg. Het begon zondagsmorgens om 10 uur. Als de kerk uitging, dan kreeg je de eerste. En dat ging door tot s'avonds 11, 12 uur. En Ed mocht elke week optreden in deze hoek van de zaak. Toen de tijd stond hier het beruchte biljart, zeg maar. Hier het grote biljart. En hier stonden we dan te zingen op zondagmiddag, bovenop het biljart. En ik kwam er een brommetje, kwam ik hier naartoe. En dan kwam ik de deur binnen en dan was het al, hey Pink, kom lekker zingen. En dan stonden we de hele middag hier samen, ja, van Elvis Presley, bluesnummers, Nederlandse nummers van Johnny Udaan, van Willy Alberti. En natuurlijk André's eigen muziek. Ja, hoe meer biertjes, hoe meer er gezongen werd. Hij lust ze wel, hoor. Ik ook wel. Zijn muziek betekent gewoon heel veel van laag, van hoog in de bevolking. Het was een volksjongen. En dat zal hij blijven. Jongen, daar gaat hij. Op mijn oude vriend Hazes.